Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je inschrijft voor een proefstudeerdag. Verder ga ik me na het inschrijven laten zien hoe ik me voor ga bereiden. Ik ga binnenkort namelijk zelf proefstuderen aan HVA. Dat ga ik doen bij voeding en diëtetiek. En dat is een soort van test om te kijken hoe het proefstuderen is in verhouding met hoe de opleiding in het echt is. Ik ga jullie eerst even laten zien hoe je precies moet inschrijven. En daarna ga ik jullie laten zien wat voor voorbereidingen ik precies tref voor het proefstuderen. Dan gaan we snel door naar de video. Zoals je ziet sta ik nu op hva.nl/proefstuderen. Je kan hier zien welke opleidingen allemaal meedoen aan het proefstuderen. Zoals je ziet staat voeding en diëtetiek er ook tussen. Om mijn opleiding uit te testen ga ik daar proefstuderen. Ik klik hier even op en dan kan je dus zien dat er een programma is. En dat programma is voor de ochtend. Op 13 maart zal het net even wat anders zijn, maar de inhoud zal praktisch hetzelfde zijn. Zoals je onderaan kan zien, moet je je ook voorbereiden. Dat doe je door 3 verschillende broden te bekijken en te bekijken wat de ingrediënten ervan zijn en wat de functie van die ingrediënten is. Nu ga ik eerst even laten zien hoe je het precies inschrijft. En dat doe je namelijk door op deze knop te drukken. Vervolgens vul je even al je gegevens in. Daar zal ik verder niet te diep op ingaan. Ik hoop dat het op het tijdstip dat je het filmpje kijkt ook nog beschikbaar is. Wie weet kan jij je dan ook aanmelden. Ik zal even een linkje hierboven laten waar je je kan aanmelden. Dat is het dus eigenlijk. Dus als je ingepland bent, dan krijg je nog een bevestigings-e-mail. En dan kan je gaan voorbereiden en uitkijken naar de proefstudeerdag. Je kan dus hier zien dat je je moet voorbereiden. En dat heb ik dus ook gedaan. Nou, ik kom dus net bij de appie vandaan en ik heb even wat broodjes gehad. Dat is ook de opdracht. Je moet 3 broden moet je bekijken. En dan moet je vervolgens de ingrediënten bekijken en kijken wat er allemaal in zit en wat de functie ervan is. Ik heb hier tijgerwit. Dit brood bevat 1,5 gram vezels. Ingrediënten zijn daar bijvoorbeeld tarwebloem. En daarbij kan je zien dat niet de hele graankorrel gebruikt is. Daarnaast heb ik nog meer wit brood gehaald. Dit is van Blue Band en hier zitten 6,5 gram vezels per 100 gram in. Ja? Oh ja, tuurlijk. Dat was mijn buurjongen. Thanks, shout-out naar hem dat ik in zijn huis mag filmen. 6,5 gram vezels per 100 gram, dus dat is echt best wel veel. Helemaal van wit brood. Die vezels zijn eraan toegevoegd. Het laatste brood dat ik gehaald heb is boerengrof volkoren. En deze zit toevallig ook 6,5 gram vezels in, het zit in Blue Band. Dit ga ik nog verder uitwerken, maar ik wil natuurlijk niet veel voor jullie verklappen. Ben je benieuwd naar hoe het meelopen precies gaat? 20 maart, dan komt een filmpje online waarin ik laat zien hoe echt de proefstudeerdag eigenlijk is. Ik ga hem testen. Vond je deze video nou leuk? Kijk dan hier naar mijn vorige video en hier naar de video van Sofian. Hier kan je abonneren op ons kanaal en dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Tot dan! Doeg!